Beste luisteraars, beste kijkers, hartelijk welkom in het nieuwe jaar. Ik wil jullie allemaal een gelukkig nieuw jaar wensen. Ik hoop dat iedereen een fijne kerst heeft gehad en een fijne feestdagen. Het nieuwe seizoen gaat weer van start. En zoals de meesten waarschijnlijk wel zullen weten, omdat ik heb zo'n beetje het idee dat luisteraars en kijkers ook wel mij volgen op Instagram of YouTube of Twitter of waar dan ook, of mij persoonlijk kennen. Het is al met al steeds meer een soort gekke community aan het worden. Dus afijn, voor de meeste mensen zal het geen nieuws zijn dat de tweeling inmiddels is... Lara is inmiddels bevallen van de tweeling. En we hebben nu dus 3 zoons. En de afgelopen 2 maanden ben ik heel druk in de weer geweest met het geven van flesjes en het coördineren van slaapjes. Tegelijkertijd voel ik me natuurlijk heel erg verantwoordelijk om nieuwe video's, nieuwe gesprekken en nieuwe afleveringen online te zetten. Van de week heb ik een aflevering gefilmd. Maar die aflevering moeten we helaas weggooien. Die gaan we opnieuw filmen. Omdat we allebei denken dat het beter kan. En omdat ik ook geen zin heb om nog langer te wachten. En ik ook heel veel goede reacties kreeg op de video dat ik alleen hier voor de camera zit. Mijn eerste poging voor het bestaan als, hoe noem je dat? Content creator op YouTube. Daar kreeg ik heel goede feedback op. Dus ik denk dat ik gewoon weer ga proberen om hier te zitten in mijn eentje. En me een klein beetje te mengen in de waan van de dag. Niet in de minste plaats, omdat ik ook nog op mijn lijstje... Ik schrijf dit het nieuwe ideeën op. Ik heb nu een app, die is echt super handig. Het is niet een sponsor hoor. To-do heet het. En daar hou ik deze to-do lijstjes bij. En ik krijg ideeën tijdens het flesjes geven. Zit ik dit YouTube filmpjes te kijken. En eigenlijk filmpjes zoals dit. Dus ik hoef het alleen maar goed na te doen. En ideeën te over. Dus ik dacht van mijn handen jeuken om weer te beginnen. Dus ik ben even stiekem tussen de 2 babyvoedingen door ontsnapt naar dit kamertje. Ik dacht, ik ga hier zitten. En dan gaan we vast gewoon even beginnen met een nieuwe aflevering. Zodat ik jullie ook niet te lang hoef te laten wachten op het nieuwe. En het onderwerp waar ik heel graag iets vandaag over wilde zeggen, zijn de vakantiefoto's van Robjette. Robjette was een beetje in opspraak. Ik pak het er even bij. Vanwege zijn vakantiefoto's. En hier zijn ze. Dat creëerde een enorme storm op Twitter. Nou, ik weet niet, misschien ook ergens anders. Maar in ieder geval op Twitter, daar heb ik veel voorbij zien komen. Ik heb me ook een klein beetje gemengd. Ik hou niet zo van twitteren. Ik word er altijd een beetje ongemakkelijk van. Ik merk dat ik het niet goed uit mijn woorden kom in 280 tekens. En ik merk dat ik ook heel veel over te zeggen heb. Dus ik dacht, dit is nou een perfect onderwerp om eens een langere video aan te besteden. Omdat ik denk dat het is natuurlijk heel erg leuk om los te trappen met mensen die hypocriet zijn. Dat is natuurlijk altijd grappig. Er zijn ook heel veel scherpe dingen al over verschenen. Hè? Een cartoon van Ruben Oppenheimer, een column van Leon de Winter en andere dingen die ik heel scherp vond. En het is natuurlijk altijd heel erg leuk om grappen te maken over mensen die hypocriet zijn. Maar hypocrisie is ook altijd een lastig iets. Ik haal dan altijd heel graag een van mijn beste vrienden aan. Die toen hij 18 was, zei hij al van nou, ik zal niemand zijn hypocrisie verwijten. En die uitspraak heb ik altijd onthouden. Dat de hypocrisie is eigenlijk op zichzelf nooit een interessant verwijt. Omdat dat eigenlijk gewoon heel makkelijk aan te tonen is. Het is een beetje als Godwin's Law. Het is eigenlijk altijd, als je maar lang genoeg redeneert, kom je altijd wel op iemands hypocrisie uit. Dus het is denk ik niet zozeer de hypocrisie die ik interessant vind, als wel iets anders. En dat is dan weer lastig uitleggen in 280 tekens. En dat ga ik dus nu proberen om te doen in iets meer dan 280 tekens. Al hoop ik dat het niet weer een uur en 10 minuten duurt. Maar ik ga gewoon praten en dan kijken we wel waar we uitkomen. Wat is aan de hand? Demissionair minister Robjette is minister van Klimaat en Energie, minister van Financiën en vice-minister-president. En hij heeft op zijn Instagram rond de jaarwisseling een foto geplaatst samen met zijn vriend. En als onderschrift prachtig Patagonia, samen dit knotsgekke jaar afsluiten. Hashtag Argentina, hashtag Patagonia. Claudia de Breij die geeft ook meteen 2 hartjes ogen. Claudia de Breij die zelf ook niet vies is van op een linkse, moralistische manier twitteren. Dus dat is ook meteen heel interessant.
En allerlei mensen die het ook schitterend vinden en mooi. En wat gebeurde er op Twitter? Ja, natuurlijk alle mensen die een beetje vallen over het feit dat hij minister van Klimaat en Energie is. En dat hij dan zelf even voor de jaarwisseling op en neer gaat naar de andere kant van de wereld. Dus dat is dan wat mensen lastig vinden. Dat is eigenlijk op Twitter meteen een enorme verdedigingsmuur. Tegen de klimaatactivisten, de mensen die klimaat belangrijk vinden, de mensen die het belangrijk vinden dat we iets aan de opwarming van de aarde doen, de mensen die vinden dat we iets aan de uitstoot moeten doen en die op de A12 gaan staan om de snelweg te blokkeren, om iets tegen subsidies voor fossiele brandstoffen te doen enzovoort. Die mensen op Twitter zag ik eigenlijk op allerlei manieren onderbouwen waarom hij heus ook wel op vakantie mag. En Jette zegt zelf ook, ik compenseer dat. Ik betaal iets meer, waardoor er bomen geplant worden. Dus wat is er eigenlijk mis? En dan andere mensen zeggen weer van, ja luister, het is ook eigenlijk, het gaat ook niet om dat we helemaal nooit meer op vakantie mogen, maar het gaat erom dat we moeten minderen. En daar vielen weer andere mensen over. En dat werd een soort van debat op Twitter en dat was interessant om te volgen. En daar had ik zo mijn eigen gedachten over, want ik snap natuurlijk heus wel als je minister van Klimaat bent en je hebt een ideologische visie. Even kijken, ik pak hem er even bij. Dan moeten we even intoetsen D66 klimaatdoelen. Dus D66 op alles om de klimaatdoelen te halen. De maatregelen van het kabinet leveren nog te weinig op voor het klimaat en dat is slecht nieuws. Daar moeten dus scherp bovenop D66-fractieleider Rob Jetten reageert. Dus als het dan op Jetten ligt en als het dan D66 ligt, kan het niet hard genoeg gaan met klimaatdoelen halen. En kunnen we daar niet fanatiek genoeg mee aan de slag. Dat heeft natuurlijk verstrekkende gevolgen. Dat hebben we in de vorige video ook al een klein beetje verkend. Dus daar heb ik beweerd dat het misschien wel goed is voor het milieu, maar absoluut niet links is voor de mensen. Heel veel mensen, heel simpel voorbeeldje heb ik al heel vaak gegeven. Alles draait om olie en door olie loopt het gesmeerd, de wereld. En daardoor raken supermarkten bevoorraad en andere winkels. En als je dus de olieprijs, als je daar hoge accijns op gaat heffen of als je als je gaat zeggen van er moeten geen subsidies meer op fossiele brandstoffen, dan gaat die prijs gewoon omhoog. Of je outsourced het natuurlijk naar andere landen. Dus het is eigenlijk heel ingewikkeld om zomaar wat te roepen en dat dan het goede te noemen. Dus Rob Jetten weet zelf ook wel dat het daar niet precies om gaat. Hè? Dat je kunt heus wel en vliegen en voor een betere aarde zijn. En zijn pleitbezorgers en de activisten online die hem een warm hart toedragen, begrijpen dat ook. Die denken zelf ook van ja, ik verbruik ook stroom en ik gebruik ook een tv en een smartphone met allerlei mineralen die gewonnen worden door moderne slavernij. En we zijn allemaal op enige wijze hypocriet. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om iets. Om naar beste vermogens, die transitie, dat is een beetje de reactie. En dat klopt misschien ook wel. Alleen wat me dan toch opvalt, het toch erger me daar iets aan. Toen dit online, toen dit nieuws brak, toen was ik zelf bezig met een voorstelling maken samen met mijn collega Minou. En dat deden we met studenten van de Koningstheateracademie. En die studenten die helpen dan in het voorbereiden van die voorstelling. En uiteindelijk spelen we die voorstelling voor 250 man. En die mensen hebben allemaal een kaartje gekocht. Dus daar is een zekere verantwoordelijkheid gaat ermee gepaard. En die verantwoordelijkheid is dan het communicerende vat. Hè, tussen hoe ik dat dan destijds daar dan heb gedaan en wat Rob Jetten nu met klimaat doet. Je hebt een voorbeeldfunctie, namelijk je zit die groep voor en je helpt die groep in het maken van die voorstelling en in het afregisseren ervan. En nu zou ik dus kunnen zeggen, dat doe ik ook elke ochtend, dan zeg ik tegen die groep van iedereen moet elke dag op tijd komen. Het is heel belangrijk, want anders kunnen we niet werken. En het is dus heel lastig als je op zo'n moment zelf dus niet op tijd bent. En dan kun je wel, kijk, ik heb, zoals ik net aankondig, ik heb nu 3 kleine kinderen. En voor mij is het een heel groot puzzel om op tijd te komen. Toch heb ik volgens mij in de afgelopen 20 jaar ben ik nog nooit
te laat gekomen. Behalve misschien een enkele keer dat er echt iemand voor de trein is gesprongen. Dat je dan 4 uur vaststaat. Maar alle andere keren als de trein 10 minuten, 30 minuten vertraagd is, ben ik op tijd. En het komt omdat ik gewoon weet, ik moet een half uurtje eerder vertrekken. En dat is niet mijn moralisme of zo. Maar dat is gewoon, dat stamt nog uit de tijd dat ik graag sigaretjes rookte voordat ik met de werkdag begon. Ik rook niet meer, maar dat deed ik vroeger wel. En dan kwam ik gewoon een beetje op tijd. En dan dronk ik koffie, rookte ik een sigaretje. En dat heb ik er altijd ingehouden. En op die manier heb ik al geleerd, je moet gewoon altijd op tijd komen. Een half uurtje eerder. En dan ben je altijd zeker safe. En dan kan je altijd op tijd beginnen. En dat doe ik niet vanuit mijn moralisme. Of vanuit dat ik dat wil propageren. Maar dat doe ik omdat ik mijn geloofwaardigheid naar die studenten niet wil verliezen. En op het moment dat ik dat wel verlies, op het moment dat ik gewoon daar een beetje los mee omga, zullen zij ook denken van, nou, zo belangrijk is die begintijd ook niet volgens mij. En dan zal dat heel snel afbrokkelen. En dat is gewoon waar het hier over gaat. Dus het gaat helemaal niet over hypocrisie. Het gaat gewoon om over of je in je voorbeeldfunctie, in je voorzittersfunctie, als je een touwtrekker wil zijn op het vlak van het klimaat, en dat wil D66, alles om klimaatdoelen te halen. Ze willen niet alleen meedoen. Ze willen een kartrekkersrol hebben daarin. Ze willen heel graag toch laten zien dat zij daarin het goede voorbeeld geven. En als je het goede voorbeeld wil geven, als je je beste beentje voor wil zetten, dan zul je dus ook in je eigen gedrag daar even kritisch naar moeten kijken. En dat is echt niet absoluut dat dat moet, maar het is gewoon een advies. Het is gewoon slimmer om te doen. En die hele shitshow op Twitter is alweer een voorbeeld van wat er gebeurt als je dat dus niet doet. En dat met twee maten meten, dat is nou juist zoiets wat je ook in die klimaatdiscussie dus constant te pas en te onpas terugziet. En vorig jaar had ik hele discussies met onder andere online met Katje Herbers en Carice van Houten, die ook wereldberoemde actrices zijn. En niet dat ik bedoel, ik waardeer hun allebei als kunstenaar en als actrice heel erg. Ik vind Carice van Houten, toen ik haar voor het eerst zag in Minus, toen werd ik helemaal weggeblazen door die film. Dat vind ik een van de beste Nederlandse films nog steeds. En niet in de minste plaats vanwege haar bijzondere acteerprestatie. Dus ik wil absoluut niks afdingen daarop. Maar nu zij zich allebei heel erg bemoeien tegen die klimaatdiscussie, merk ik dat ik me nu en dan in discussie bevind. Onder andere op Instagram en op Twitter. Als je zeg maar de hele wereld overvliegt om zelf in de grootste series ter wereld te spelen en in dat, zeg maar, je culturele kapitaal te accumuleren en daar je naam en faam te maken en je sociale kapitaal te accumuleren en misschien ook je financiële kapitaal te accumuleren om helemaal binnen te lopen, zeg maar, op zo'n geweldige kans. Dat is iets wat je iedereen gunt, hè? Wat ik ook mijn kinderen gun over 20 jaar om dat te gaan doen, of over 30 jaar. En het is dus heel erg lastig aan de discussie van wie draait nou wanneer welke kraan voor wie dicht of zo. En waarom altijd dan weer dat vliegen wordt gebruikt in de argumentatie van deze discussie, heeft daarmee te maken. Daar ben ik echt van overtuigd. Want het is echt een symbool in die klimaatdiscussie. Even kijken, om dat te onderbouwen zou je eigenlijk moeten inzien ten eerste wat vliegen überhaupt is. Als je naar stel je kijkt even naar de taartdiagram van invloed is op de uitstoot van mensen of op de CO2 of de opwarming van de aarde. In het kort komt het erop neer dat als je gaat kijken naar de taartendiagram van uitstoot, dat vliegen eigenlijk helemaal niet zo'n heel groot taartpuntje is. Veel groter taartpunt is onze vleesindustrie en onze bio-industrie en onze zuivelindustrie. Daarom is het ook heel ironisch als mensen zeggen van, ja, ik ben wel vegetariër, maar als ze dan niet veganistisch zijn, dan doe je misschien wel iets heel goed voor jezelf tegen de dierenleed wat ook plaatsvindt in de bio-industrie. Alleen draag je helemaal niet zoveel bij aan het klimaatprobleem of aan de CO2-uitstoot of aan de broeikassen, gassen en dergelijke. Want dat heeft veel meer te maken met de hele de zuivelindustrie in zijn geheel. Waaronder ook melkproductie en kaas en dergelijke zuivelproducten. Dus dat vliegen wordt heel vaak gebruikt als stok om mee te slaan. Maar is eigenlijk niet veel meer dan een symbool in een soort symboolpolitiek. En als je het dan over symboolpolitiek hebt, Nederland is nou net ook een land van symboolpolitiek. Hè? Dus als je kijkt naar onze progressieve, ruimdenkende
idealen van de afgelopen eeuw, dan zie je dat Nederland heel erg vooruitstrevend is geweest als het gaat om bijvoorbeeld de legalisering van softdrugs, het gebruik van cannabis, als je kijkt naar de prostitutie, de legalisering van de prostitutie, en als je kijkt naar de wallen in Amsterdam en zo, of als je kijkt naar de abortuswetgeving, als je kijkt naar vrouwenrechten, als je kijkt naar homo-emancipatie. Als je nu kijkt naar LGBTQ-emancipatie. Ja, wat dat betreft is Nederland een land van symbolen en van symboolpolitiek. En als je ook kijkt naar hoe dat nu gaat in Nederland op het gebied van de drugshandel, dan zie je dus ook dat eerst een ideaal is vanuit de jaren 60 en de jaren 70 en vanuit die eerste culturele revolutie en vanuit die hippiebewegingen en vanuit al die bewegingen van de jaren 60, jaren 70, jaren 80 en ook die wereld waar niet meer opgegroeid. Er is een heel progressieve, ruimdenkende, ideale wereld waarbij we zeggen, wiet, dat moet gewoon kunnen. Een jointje roken, niks mis mee. Tegelijkertijd blijft er een soort van gekke weeffout in dat systeem zitten. Namelijk, ja, je mag wel, het verkopen is legaal, maar het kweken, dat is illegaal. Nou, dat leidt dan nu tot een hele bizarre wereld waarbij dus die drugsindustrie heel erg ver ontwikkeld raakt. En dat heeft ook volgens mij onze burgemeester zelfs van de week nog gezegd. En Femke Halsema zegt, Nederland dreigt een narco-staat te worden door wikkelharde internationale strijd tegen drugs. Ja, wat zie je eraan? Dus als je alleen al naar één zo'n onderwerpje kijkt, namelijk een ideaal over hoe je wiet en hasje zou moeten gebruiken. En dan 50 jaar later hoe dat dan uitpakt in de realiteit. Dan zie je al hoe het ideale zich verhoudt tot de realiteit. En hoe daar eigenlijk altijd een soort gekke situatie kan ontstaan. Hè? Dus zo moet je denk ik ook dat vliegen zien in die hele soep der dingen als het om klimaat en klimaatdoelen gaat. Dus dat vliegen wordt altijd gebruikt als een soort symbool in die discussie. Juist vliegen is ook een heel gevoelig onderwerp. En ik was zelf dus relatief laat met intercontinentaal reizen. Dat is gewoon, dat heeft helemaal niet, dat behoeft eigenlijk helemaal niet zoveel uitweiding. Waar het op neerkomt, ik ben zelf altijd gewoon heel koppig geweest in mijn kunstenaarschap en ik wilde per se kunstenaar worden en ook alle consequenties daarvan nemen. Dus net de resultaten van was dat ik helemaal geen geld had over een hele lange periode. Dus mijn hele twintigers bestaan had ik nauwelijks ook iets om ook maar van rond te komen. Maar ik was wel heel erg volhardend daarin. En daarom ben ik ook altijd een beetje boos of rancuneus op mensen die dat anderen ontzeggen. Dan denk ik van ja, dat is dus, dan weet je dus helemaal niet waar je het over hebt. Dus die mensen die dat doen, dat zijn je nou ja, net die mensen die doorgaans al vanaf hun 12e in het vliegtuig zitten en misschien wel elk jaar of zo. En die misschien al 20, 30, misschien wel 50, misschien wel 100, misschien wel 200 vliegreizen in hun leven hebben gemaakt. En die hebben het dan tegen die mensen die misschien, als ze geluk hebben, 6, 7 keer in hun leven een vliegreis hebben gemaakt. En die gaan dan zeggen tegen die mensen van nu moeten we stoppen met vliegen. En dan denk ik altijd van ja, en waarom nu? En waarom zou je nu die mensen dan niet eerst ook nog eventjes dat vliegen kunnen? En daar heb ik ook nog een intrinsiek argument voor. Want juist reizen is iets wat net als een paddo-trip of een LSD-trip, wat een levensveranderlijke ervaring is. Toen ik voor het eerst in Indonesië was of toen ik voor het eerst in India was. Die reizen die ik dan heb gemaakt uiteindelijk, dat zijn de reizen geweest die mijn hele fundament, mijn hele wezen hebben veranderd. En dat is doordat je je hele leven lang van alles leest en ziet en bekijkt en probeert dat in te schatten. En dan op een gegeven moment ga je naar de andere kant van de wereld. En dan waar je je hele leven lang over nadenkt, dat zie je in één keer gewoon onder je neus zich voltrekken. En dan krijgt dat, als het goed is, vanzelf en brengt dat een shock teweeg van hoe het nou eigenlijk gewoon in het echte eruit ziet. Dat gebeurt op een onbewust level. Dus die cultuurshock van gewoon weg aan de andere kant van de wereld zijn is iets wat eigenlijk bijna gewoon bij het leven standaard hoort. Dat je dat minimaal een keer in je leven meemaakt. Dat je gewoon aan de andere kant van de wereld bent.
En gewoon weg ziet hoe het daaraan toe gaat. Dat moet bijna gewoon. Dus als je al zegt van we moeten minder vliegen, dan zou ik als eerst pleiten voor oké, dan zou ik al die vliegreizen van Rob Jetten en Chris van Houten en Dolf Jansen, al die mensen die al 100 keer met vliegtuig zijn geweest, laten we die mensen dan eventjes zeggen van nou, jullie krijgen gewoon een tijdelijke stop. Jullie mogen nu 10 jaar niet vliegen. En laten we nu even al die andere mensen die nog nooit met een vliegtuig zijn geweest, even met een vliegtuig gaan. Zodat ze ook allemaal. Dat wat je ook bij ruimtereizen hebt, hè, dat hoe noem je dat ook weer, dat effect, dat je dan helemaal uitzoomt en met andere ogen naar die planeet kijkt, dat effect, dat vervreemdingseffect, dat iedereen dat vervreemdingseffect een keer krijgt. En daarmee wil ik natuurlijk helemaal niet zeggen dat het als een rite of passage in het concept van het leven onderdeel moet zijn of zo. Hè. Dat is dan ook weer, je hebt die hele goede roman van Daniel Keelman, Het Meten van de Wereld, een van de beste romans vond ik van de afgelopen 10, 20 jaar. Dat gaat over twee wetenschappers. De ene wetenschapper is, dat is Alexander von Humboldt. En die is de hele wereld overgereisd. En even kijken hoe heet die andere ook weer. En de andere hoofdpersoon is Carl Friedrich Gauss. En dat is een wiskundige en een astronoom. En die is eigenlijk nog amper zijn kamer uit geweest zijn hele leven. En die ontmoeten elkaar. Dus die ene wetenschapper die de hele wereld heeft gezien. En die andere wetenschapper die alleen zijn geboortedorp niet eens uit is geweest. Die ontmoeten elkaar. En die hebben eigenlijk allebei vanuit hun eigen specifieke kennis... gebied een andere visie op het leven. En die roman laat voor mij heel mooi zien dat je dus dat het ene of het andere, dat er meerdere wegen naar Rome zijn. Dus ik wil helemaal niet een soort van pleiten dat iedereen maar die ervaring moet hebben van die vliegreis zoals dat mijn leven heeft veranderd of zo. Ik wil denk ik vooral zeggen tegen al die mensen die heel erg activistisch aan de ene kant pleiten voor we moeten minder vliegen en dus anderen die vliegreizen gaan ontzeggen. Dat, tegen die mensen zou ik als tegenvoorstel willen zeggen van ja, met alle voorbeelden die ik tot nu toe heb gegeven op zak van nou, tegen al die mensen zou ik willen zeggen met de voorbeelden die ik heb gegeven, nou zelf is het goede voorbeeld en ga nou niet anderen opleggen wat zij niet moeten doen, maar ga het zelf om te beginnen niet doen en ga dan eens kijken welke ruimte je uitspaart en dan kunnen eerst nog even die mensen die heel graag willen, die kunnen dan aan de beurt komen en dan kunnen we dat langzaam op die manier afbouwen. Dat zou ik een sportief voorstel vinden van jullie uit, maar zelf zou ik denk ik überhaupt geen voorstander zijn van stop met vliegen, omdat ik denk ten eerste is het dus een symbool als je naar die taardiagram kijkt. Ten tweede heb ik het idee dat je het helemaal niet als Nederland een voorbeeld kan geven waardoor dat ook maar enig effect zal hebben op de rest van de wereld. Ik heb op mijn telefoon altijd die app, die heb ik eigenlijk helemaal niet nodig, maar die vind ik gewoon altijd leuk. Dat is Flight Radar. En als je Flight Radar aanzet, dan kun je zien, ter plekke krijg je een live verslag van alle vliegtuigen ter wereld die op dit moment aan het vliegen zijn. En nou, dan zie je, dat is gewoon een zwerm muggen. Die is er altijd overal. Ja, wat ik wil zeggen is dus, je houdt dat vliegverkeer helemaal niet, je houdt dat helemaal niet tegen. En het is bovendien dus symboolpolitiek in de meest letterlijke zin van het woord. Dus ik zou helemaal geen voorstander zijn van het al te veel inperken daarvan. En ik zou me gewoon vooral op iets anders focussen. Dus als je iets belangrijk vindt om iets met het klimaat te doen, dan zou ik daar op een veel meer holistische manier naar kijken. En je blind daar op één heel specifieke subcategorie en dat dan gaan aanpakken. Ik moet altijd denken aan die film. Ik ben de naam even kwijt. Hij had zo'n film en die heet El Hoyo, The Platform. En als je alleen al de poster van de trailer kijkt, zie je het concept heel helder. En het is een platform met eten en dat plateau zakt omlaag en je hebt eigenlijk een gevangenis met verschillende verdiepingen. Dan heb je het plateau, dat zakt omlaag en dan kunnen de mensen helemaal losgaan erop en dan zakt de verdieping lager en die kunnen dan nog meer losgaan erop en lager en lager en lager. En je begrijpt vanzelf hoe lager je in die gevangenis zit, hoe minder eten je krijgt en hoe meer je het moet doen met de restjes van de restjes van de restjes van degene die boven jou zitten. El hoyo. ¿Y usted sabe en qué consiste esto del hoyo? Obvio. ¿Comer? ¿Qué vamos a comer? Lo que le sobra a los de arriba.
Aan dit beeld moet ik altijd denken als ik aan die klimaatdiscussie kijk, door de ogen van zo'n Rob Jetten, of door de ogen van Carice van Houten, of Katja Herbes, of Dolf Jansen, die eigenlijk ook altijd weer op Twitter terugslaan. Zo van Dolf Jansen, die dan weet ik veel, overal ter wereld ook marathons loopt. En dan zeggen mensen van, ja, maar jij gaat toch ook met het vliegtuig? Ja, nee, maar ik ga ook helemaal niet alleen met het vliegtuig, ik ga ook met de trein. En Carice van Houten, je hebt toch een carrière in Amerika? Ja, ja, maar nu heb ik voortschrijdend inzicht, nu ik een dochtertje heb. En Katja Herbes, je hebt toch ook een carrière in Amerika? Ja, ja, maar... enzovoort. Hè. Dus al die excuusjes om maar niet die waarheid aan te hoeven gaan die ik vandaag probeer bloot te leggen. Namelijk dat als je het echt zo belangrijk vindt, dat je dus, net als zoals ik dat op school heb gedaan, door het goede voorbeeld te geven, door op tijd te komen altijd, dat je daar dus, dat die voorbeeldfunctie eigenlijk bijdraagt aan je geloofwaardigheid van je claim. En dus in het geval van Jetten, dus zodra je dus zeg maar zelf naar Patagonia gaat vliegen, dat je dus eigenlijk laat zien dat je gewoon scheid hebt aan je eigen beleid. En dat je gewoon beleid uitvoert op een manier zoals we dat vroeger in de middelbare school deden. In de middelbare school hadden we lessen waarbij we politieke stellingen moesten verdedigen. En dan halverwege zei de lerares van, nou, en nou draaien we het om. Nou zeg je, degene die dat zei, zegt dat. En degene die dat zei, zegt dat. En ik stond daar altijd in die klaslokaal en ik denk van, ja, maar ik vind toch een hartstochtelijk iets. Hoe kan ik nou nu het tegenovergestelde gaan beweren? En nou, Rob Jetten is dus blijkbaar iemand die dat heel goed kan. Die heel goed dit kan zeggen, maar ook dat kan zeggen. En die dus heel makkelijk kan schakelen, omdat hij dus helemaal niet zich vereenzelvigt met zijn opvattingen. Ik vond dat... Dat Leon de Winter het ook heel scherp zei. Jetten gelooft zelf niet in zijn eigen sprookje. Dus dat is eigenlijk... hij neemt zelf de klimaatcrisis niet serieus. Of althans, even geparafraseerd door een tweet hier. En dat is inderdaad wat je dan laat zien. Dat je gewoon zelf beleid uitvoert. Maar dat je helemaal onthecht bent van de icoonwerking en de symboolwerking van je eigen daden en je eigen rol daarin. En dat is dus iets wat zo lastig is, juist als het gaat om vliegreizen. En juist als het gaat om, want dit is dat salonsocialisme en dat je eigenlijk dus zelf beleid wel prima vindt als het voor anderen geldt, maar niet voor jouzelf. Dat zie je dus op allerlei manieren terugkomen. En tegen al die mensen, tegen Rob Jetten en tegen Dolf Jansen en Katja Herbes, Carice van Houten, tegen die mensen zou ik willen wijzen op die film El Hoyo, ik weet niet hoe je het uitspreekt, The Platform. Want met dit beeld luisteren mensen naar die discussie. En mensen zien gewoon dat jullie op dat bovenste plateau jullie helemaal volgevreten hebben. En nu laten jullie dat plateau naar beneden zakken. En nog verder naar beneden. Dus dat is zo. Dat vind ik zo maf aan die. En zodra we het over het klimaat en vliegreizen hebben. Dat wij in Nederland en dat hele kleine landje moeten gaan strijden op zo'nzelfde manier. Zoals we dat hebben gedaan met het drugsbeleid. En met de prostitutie. En met de abortuswetgeving. Door een soort symboolpolitiek te bedrijven met zoiets fundamenteels, zoiets bazaals als vliegreizen. En daar dan symbolen mee te creëren, terwijl mensen eigenlijk de facto die levensveranderende ervaring ontzegt. Terwijl je gewoon zelf gewoon dodelijk door blijft gaan met vliegreisjes maken en snoepreisjes maken enzovoort. Hè. En natuurlijk kun je dan nog allerlei argumenten tegen inbrengen. De soep wordt helemaal niet zo heet gegeten als die wordt opgediend. Je kunt ook zeggen van, ja, nou ja, dan kost het misschien €1000 meer, maar zo'n levensveranderende ervaring kun je ook toch best wel dubbel zoveel geld voor neerleggen. Je kunt toch ook gewoon sparen. Je kunt natuurlijk ook zeggen van Rob Jetten en ook al die anderen worden gepakt op vliegreizen, maar daar gaat het dus niet om. Het gaat om hele andere dingen. Carice van Houten en Katja Herbes strijden om met Extinction Rebellion om die stop op fossiele subsidies, voor subsidie brandstoffen. En Rob Jetten is eigenlijk voor de klimaattransitie in de brede zin des woords en zo. En ook daarvoor geldt dan toch weer mijn allereerste tegenargument van dat te laat komen. Het is eigenlijk een bepaald gedrag wat je vertoont, waar je veel aan kan aflezen in hoe je erin staat. En het is ook heel moeilijk om te bepalen wie dan waarover gaat. Van ja, wie bepaalt dan
Hoeveel vliegreizen, ja, wat noodzakelijk is. Hè? Het wordt ook veel gesproken over een CO2-budget. En ik zat ook al helemaal voor te stellen van hoe ga je dat in godsnaam praktisch maken? Moeten we dan allemaal een soort applicatie indienen? Uiteindelijk, over 10 of over 20 jaar, als vliegreizen zeldzaam is geworden. En gaan we dan een soort van applicatie indienen? En kan dan Katje Herbes of weet ik veel, Chris van Houten een applicatie indienen? En zeggen van, nou ja, ik werk in Amerika, dus dit is een noodzakelijke vliegreis, want dit is voor mijn werk. Dat wordt dan goedgekeurd, want die culturele prestige, die straalt natuurlijk ook op Nederland af. Als Chris van Houten Game of Thrones speelt, dat staat heel goed voor Nederland, want daar hebben wij ook een actrice geleverd aan die internationale scene. Dus stempeltje, jij mag vliegen, want dat is een soort return. Maar goed, ik kan ook natuurlijk zeggen van, ja, Game of Thrones is natuurlijk gewoon entertainment, en wat doet dat nou aan ons, weet je wel, wat draagt dat nou bij in een betere wereld? Maar dat applicatie, die application wordt dan goedgekeurd en dan iemand anders die zegt dan van, ja, maar ik wil een levensveranderende ervaring hebben zoals Michiel dat had toen hij in India is gereisd. Nou, dat wordt dan afgekeurd of zo. En wie bepaalt dan wat wordt goedgekeurd? Moet ik dan een soort van artikel voor de correspondent gaan schrijven, zodat ik zodat als ik naar India ga, zodat ik dat applicatietje kan invullen, zodat ik dat kan inleveren. Zo van, nou, ik ga niet alleen naar India, hoor, maar ik ga een artikel schrijven voor de correspondent. Oh, nou, stempeltje, dat wordt dan weer goedgekeurd. En weet je wel, uiteindelijk, als je het heel serieus neemt, deze discussie en hoe die wordt gevoerd, en als je echt gaat hebben over, we gaan niet de marktwerking erop loslaten. En die marktwerking, dat is natuurlijk gewoon wat je in zijn volle glorie ziet op zo'n app, op Flightradar. Hè? Dan zie je gewoon de marktwerking. En de markt, die zegt gewoon met China en India en alle grootvervuilers van, nou, het is gewoon een race to the bottom. De goedkoopste aanbieder tegen de goedkoopste aanbieder. En iedereen die vliegtickets heeft bestemd, weet hoe dat werkt. Je zit op een knopje en je zit in een soort Darwinisme van hele gekke systeempjes. En je krijgt een soort magische situatie krijg je een getalletje. En dat is dan jouw het bedragje wat je moet betalen. En dan kun je die vliegreis maken. Dat is de markt. Maar als je dus niet aan de markt overlaat, maar je gaat klimaatdoelen stellen vanuit ideologie, dan moet je dus andere manieren gaan bedenken. En wat zijn dan die manieren? En dan heb ik volgens mij, dat klinkt natuurlijk als iets heel karikaturaals met die applications die je dan indient. Maar dat is een systeempje wat je dan ongeveer moet gaan implementeren. Anders zie ik geen enkele manier om de ene vliegreis wel goed te keuren en de andere niet. En als je dat niet reguleert. En de vraag als je het gaat reguleren is, ja, wie wordt de bepaler in wie een vliegreis mag maken en wie niet? En ik heb natuurlijk zelf ook, als toen ik in weet ik veel, toen ik op Koh San Road liep de eerste keer daar in Thailand, zie ik zo'n familie met een, laten we zeggen, een forse man en een forse vrouw en drie welgevoede kinderen in Bermuda shirtjes en Hawaii-shirtjes rondlopen. En dan denk ik ook van, wat is dat toch, dat reizen tegenwoordig? En als je dan in een vliegtuig zit, dan zit je ook te ergeren aan al die plasticjes. En alles zit in 20 plastic bakjes. En dat wordt dan weggefrommeld en dat gaat meteen de prullenbak in. Je opent een koptelefoontje, zit ook in een plastic zakje. Dat koptelefoontje heb je één keer in, dat werkt niet eens. En dat gooi je dan ook weer weg. Dus dan denk je ook aan al die vervuiling en al die output en al die, wat moet dat dan weer gemaakt? En al die fabrieken die dan die niet werkende koptelefoontjes maken en die plasticjes doen enzovoort. Hè? Dus ik snap zelf ook wel dat die hele industrie vervuilend is en dat het goedkoper of nee, en dat dat duurzamer kan en zo. Alleen dus de vraag is of dit de manier is waarop daarover gediscussieerd of over gepraat moet worden. En ik zou zeggen van niet. Ik zou zeggen dat als je het over klimaat en over natuur hebt, dat zou ik het zelf een grote voorstander van zijn, om dat op een veel meer holistische manier te benaderen. Ik heb daar eerder een heel mooi gesprek over gehad met Marijn Poels, een documentairemaker die ik trof in Berlijn, die al die klimaatdingen op een veel meer holistische manier bekijkt. Oh ja, dit wil ik ook nog gezegd hebben. Mocht je nou, je bent dit YouTube-filmpje aan het kijken en je denkt, ik heb een zee van tijd en het kan mij niet gek genoeg. Ik wil me helemaal volgieten met informatie. Alles waar ik naar verwijs, daarvan vind je altijd linkjes onder de video. Dus mocht je nou denken van, waar had hij het over? Of daar wil ik meer van weten? Onder de video vind je een linkje. Dus in dit geval Marijn Poels. Ik zal een linkje hieronder
linken. En dan kun je ook misschien naar die aflevering luisteren. Ik vond het zelf een heel bijzonder gesprek. En misschien ben je het totaal niet met hem eens. Maar het is alleszins een eerste stap in het weer anders denken. Of het weer omdenken van die materie. Dus een holistische kijk op het klimaatprobleem. Ik wil tot slot nog een paar bronnen delen die ik heel bijzonder vind en heel goed. En die mij weer helpen in het verder denken hierover. Een van de belangrijkste gesprekken die ik over het gebied van, op het gebied van klimaat heb gezien die afgelopen jaar is een gesprek wat met Patrick Moore. Patrick Moore is de ex-president van Greenpeace. En de titel van de video is Climate Change Fake? In de Modern Wisdom podcast, aflevering 373. Are we being lied to? En Patrick Moore beweert van wel. Wat ik er interessant aan vind, ik vind het dan leuk of interessant om dan juist zo'n Greenpeace-man aan het woord te horen. Dus het gaat dus helemaal niet over dat dan een of andere, weet ik veel, Thierry Baudet-achtige iemand dat gaat zeggen. Het gaat erom dat iemand die zo ontzettend hartstochtelijk betrokken is bij wat we de planeet aanrichten en bij al die klimaatdingen en al die natuurdingen. Dat juist zo iemand dat dat zegt, dat is juist wat er zo interessant aan is. Om hem eigenlijk te horen in zijn ontluister, in zijn ontwaking, in hoe ook langzaam hem, voor hem de schellen van zijn ogen vallen en hoe hij ziet van even rek, het is eigenlijk misschien niet helemaal zoals ik altijd dacht dat het was. Dat is heel interessant en dat helpt ook weer. Ook als je het helemaal niet met hem eens bent, dan kan het je toch weer helpen in voor jezelf weer nagaan van hoe zie ik het nou eigenlijk? Hoe zit het nou eigenlijk? En meteen om er iets tegenover te plaatsen, wat ik ook heel interessant vond, was diezelfde Patrick Moore was ook te gast bij de Demystify podcast. Ik kan het bijna niet uitspreken. In ieder geval, dit is wel een heel interessante, hele gekke podcast. Maar in ieder geval twee ontzettende nerds. Twee mensen uit de academische wereld. Een man en een vrouw. Die zijn volgens mij ook enorm verliefd op elkaar. En zij hebben samen een hele reeks gesprekken met eigenlijk allemaal mensen uit de academische wereld. En zij hebben op een gegeven moment ook deze Patrick Moore geïnterviewd. Ook naar aanleiding volgens mij van zijn eerdere video's over dit onderwerp. En zij hangen dan juist ook weer als jonge en geëngageerde mensen aan de andere kant van de boot. En zij maken het hem echt heel erg moeilijk. En ze stellen hele moeilijke, gemene vragen, waarbij ze eigenlijk hem best wel aan het wankelen brengen. En dus ook als je denkt van nou, het klimaat gaat mij wel heel erg aan het hart. En ik heb helemaal geen zin om naar iemand te luisteren die zegt dat het allemaal fake is. Dan zou ik ook deze video zeer aanbevelen. Want daarin zie je eigenlijk ook dat wat daar weer tegen in te brengen is. Dus dan heb je toch wel een beetje dat deze antithese gevoel. Verder, wie ik ook heel erg volg de laatste tijd als het dan gaat over dit onderwerp. Dat zijn, even kijken, Alex Epstein. Alex Epstein. Daar moet je ook maar eens iets van kijken. Wat ik interessant vind aan hem is, hij betoogt eigenlijk het omgekeerde. Hij gaat eigenlijk double down. Hij zegt, ja, we hebben een klimaatprobleem. En daarom hebben we des te meer fossiele brandstoffen nodig om dat te boven te komen. En hij gelooft ook heel erg in hoe de mens die problemen altijd maar weer overkomt. En hoe mensen altijd weer vindingrijk is. En hij laat ook heel goed zien dat we de afgelopen 100 jaar ook klimaatopwarming hebben gehad. En hoe we dat ook weer te boven zijn gekomen. En dat we nu juist zo ontzettend succesvol zijn als mensheid. Hoe dat ook weer bijdraagt aan zijn geloof in hoe we de toekomst moeten zien. Dus dat is heel interessant. Eén ding waar hij misschien weer aan voorbij gaat is die meer holistische benadering daarvan. Want je kunt natuurlijk de mens als indrukwekkende soort bovenaan de piramide plaatsen. Maar mensen die dat niet doen en die de mens als dier zien, die denken daar weer heel anders over. Hè? Maar dan moet je weer gaan nadenken over hoe je in godsnaam hoe krijg je dan in godsnaam het probleem dat we 6, 7, 8 miljard mensen hebben. Hoe gaan we daar dan weer mee om? Hè? Een andere goede denker is Michael Schellenberger. Ook een hele interessante denker, omdat hij precies ook uit die hele links-progressieve ideologische hoek komt. En die ook als denker zich heel erg heeft ingezet voor klimaat en voor natuur en voor dieren enzovoort. En juist hij is nu ook een klein beetje aan die andere kant van die boot gaan hangen door zijn ervaringen met het ideologische tegenover het praktische van hoe je daarmee omgaat. Dus dat is ook absoluut iemand om in de gaten te houden en om te volgen. En dat somt me denk ik wel op. Ik zie dat ik nog allemaal notities heb staan in mijn
to-do-list, maar ik heb het gevoel dat dat allemaal bijzaken zijn. Ik denk dat het veel te ingewikkeld wordt. Laten we het gewoon voor nu afronden. Mocht je dit waarderen, mocht je mijn poging waarderen om hardop na te denken in de camera in mijn eentje, laat me weten. Ik ben eigenlijk altijd weer op zoek naar nieuwe vormen om de show door te ontwikkelen. Voor mij is de show of het YouTube-kanaal, dat is een hybride format. En ik ben eigenlijk met allerlei nieuwe plannen bezig. Misschien is het ook leuk om te vertellen dat ik nu bezig ben om een soort live versie te gaan maken. Dat gaan we deze winter ergens doen. 4 of misschien 6 gesprekken over de politiek. Dat is het plan eigenlijk. De uitslag waar iedereen zo ontzettend van schrok. Daar wil ik het over hebben met verschillende gasten en dat wil ik live doen. Mocht je dus denken van nou, dat vind ik leuk, daar wil ik bij zijn, laat me dat ook vooral weten. Of als je denkt van nee, dat is een goed idee, laten we dat doen, dat is ook goed. Mocht je mij als mens, als content creator, zoals dat tegenwoordig heet, of als maker, als kunstenaar, waarderen, mocht je waarderen wat ik je doe. Ik kan alle hulp goed gebruiken. Zoals ik net zei, als vader van 3. Ik heb veel kelen te voeden tegenwoordig. Maar ik heb ook veel, ik heb ook niet alleen dat. Ik heb ook veel innovaties of vernieuwingen voor ogen van de show. Ik probeer allemaal dingen. Ik heb allemaal plannen, allemaal wilde ideeën. Die wil ik allemaal uitvoeren. Er is weinig tijd. En alle beetjes helpen. Dus weet dat je me gigantisch uit de brand helpt om een klein beetje te steunen elke maand. Dat waardeer ik enorm. De mensen die dat deze maand hebben gedaan, mijn dank kan niet groter zijn. Juist nu. Hartelijk dank. En als je denkt van nou, ik laat mijn hand lekker op de knip, weet ook dat ik het al heel erg waardeer als je nu op subscribe drukt op dit knopje hieronder van het YouTube kanaal. Mensen hebben mij verteld, dat is belangrijk, het aantal subscribers, dat is toch een heel klein beetje hetzelfde zoals Instagram-volgers. En het is ook een beetje zoals op de schoolplein, wie heeft de grootste plasstraal natuurlijk. Dat snap ik zelf ook, maar ik ben ook een heel klein beetje fractietje competitief ingesteld en ik wil ook dat soort wedstrijdjes graag. Ik hoef niet per se te winnen, maar ik wil wel altijd van goede huizen komen. Ik wil altijd wel een beetje dat het op me afstraalt, dat het allemaal netjes en goed uitziet, zodat mensen denken van nou, daar kan een strikje omheen. Dus help me daarbij en dan zou ik zeggen, mijn dank kan niet groter zijn. Volgende week is er weer een gast. Die afspraak staat morgen en die staat volgende week online. En tot die tijd wens ik jullie een fijne avond. En nogmaals een goed 2024. Over en uit.